wedstrijd in Heek. Maar die is... Als Hader komt, is het te laat, hè? Ja, dat is altijd klas. Ik vind het niet erg. Gewoon even een weekendje even gewoon echte trekkers kijken, zeg maar. Voor in Maret hadden we de jongste mini kapot gereden. En gisteravond hebben we de kompas erop gekregen. Dus eigenlijk is nog niet klaar. Dus ik lig nog uit mijn huis. Ik ben nu een beetje dus uit. Categorie best gelopen, zeg maar. Heerlijk. Nou, volgens mij blijft er niet zo heel veel over. De zondag in Rijsbergen afgelast. Arie Bikker die is ook met één wagen naar Denemarken toe om daar nog een wedstrijd te doen. Alleen alles opgebouwd, regen, klaar. Ook klaar. Dus uiteindelijk zijn we nu zo'n beetje bij de enigste overgebleven wedstrijd in Europa. Zo is het natuurlijk ook, hè? Nou, dat is toch mooi. Ja, dat bedoel ik. Harmen Koijker. Hier zijn de laatste onderweg voor met de vent gaan rijden. En Tino Wilmers. Ook een van de bijschrijvers in de 2,5 ton sport. Oh, de koersvastheid. Het is trouwens niet Tino die op de box zit, maar de honneurs worden waargenomen. Andere voeten nodig om het paard binnen en verder ook te houden. En gaat de 14,55 van Koijker. Uit de rode vlag, in de vloeistofkoppeling uit. Ja, dat is de andere kant.